Ja, dag 23 alweer. Het gaat zo snel. Maar het is ook zo leuk. Ik ga jullie laten zien wat erin zit. En dat is... Tada! Een deur. En ja, hij is... Een soort een beetje een oude deur, zeg maar, in een nisje. Tenminste, dat denk ik dat dat het idee is. Het is alleen, als je hem uitdraait, is hij een beetje gekkig. Dus ik heb hem een beetje gestut en gesteund. Want als je hem uitdraait, hangt de deur hier alleen op één puntje vast. En dat is een beetje ibel. Dus ik heb... Oh ja. Ik heb hem al een beetje gekleurd. En ik heb de deur dus hier aan de zijkant... Met een tapeje vastgezet. En de deur zelf. Dit is allemaal een beetje lossig. Dus daar heb ik op de achterkant een stukje kraft geplakt. Zodat de deur gewoon net iets steviger is. En deze had ik nog extra uitgedraaid. Vond ik leuk bij de rest. Dus dat is die. Dan heb ik het stempeltje met You don't need a key to happiness. The door is always open. Die ga ik erbij gebruiken. Een mooi groot lepel. En de krekelstans. Oh, daar heb ik een sleuteltje. Die er precies in gaat zitten. Hoppa. En ik dacht, misschien ga ik de sleuteltjes nog even bij gebruiken. Dus dat ga ik zo even bekijken. Ik ga eerst maar beginnen met de krekels. En dat ga ik toch weer... Zeker met die ibelbilletjes hiermee doen. Zo. En dan is even de vraag wat voor een kleurtje ga ik gebruiken. Want bruin is ook zo bruin. Maar ik denk toch dat dat wel het mooiste is. Dus ik ga de... ja. Oh nee, wacht. Ik heb ook nog een beetje een grijzige. Even kijken waar ik die heb. Ja. De stone. Is een beetje een licht, licht kleurtje, maar dat geeft niet. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden tot op heden. Ik moet zeggen dat ik de meeste standjes wel erg leuk vind. Tuurlijk, er zitten ratten bij tussen waarvan je zelf denkt, ja. Maar ik moet zeggen dat ik, nou, ik denk tot op heden eentje. Nou, eentje heb waarvan ik echt denk, nou, vind ik een lastige. En er komt er nog één aan, weet ik toevallig. Dus ik heb er uiteindelijk twee waarvan ik denk, moet ik hier nou weer mee? Maar dat geeft niet. Uiteindelijk maak ik er vaak toch wel weer iets leuks mee. Yes, dat is die. En dan ga ik natuurlijk weer even het randje inkten. En dat doe ik toch met bruin. Zo, en dan even denken, wat heb ik nog? Oh ja.
Zo. Het rondje even een kleurtje. En dan de stempel. En deze ga ik denk wel even met mijn stempelhulp doen. Kijk waar die is. Ja. Want het is nogal een gedetailleerde tekst. En dan weet ik niet zeker of die lekker pakt. En ik gebruik hem voor het eerst. Dus dan is mijn stempelhulp toch net iets veiliger. Even kijken. Waar die dan moet. Zal ik hem... Nee, dat vind ik een beetje gek. Ik doe hem gewoon zo. Nou, volgens mij zit hij ook nog aardig recht. Doe ik toch... Nee, ik doe hem met zwart. Pas even aan het twijfelen. Hij pakt hem eigenlijk wel heel mooi. Maar ik doe hem toch nog een keer. Kijk, is die net iets scherper. Die aan de kant. Kijk, en dan kan de deur erop. En wat ik gedaan heb is dus inderdaad die wat verstevigd. En hier heb ik een stukje achter geplakt. En die heb ik dan hier weer langs het randje afgeknipt. En ik dacht ik doe die iets hoger. Zodat het ook echt lijkt dat die in een nisje valt. Dus ik ga hier al die dingetjes afpielen. Niet het meest interessante filmpje nu natuurlijk, want zit je daar te kijken naar. Het weghalen van plakketjes, maar goed. En ik heb even kleine blokjes gebruikt, want mijn rolletje was dan net te dik. Dus dan moest ik allemaal kleine stukjes gaan knippen. Ik denk, nou, dat is dit makkelijker. Oh, en de achterburen gaan weer gezellig verbouwen. Sorry voor het achtergrondlawaai. Ik hoop dat het op het filmpje meevalt. Oh. Zo. Zo lijkt het net alsof die echt een beetje verdiept ligt. Dat vind ik dan wel een leuk effect. Ja, waarschijnlijk kan je het op het filmpje echt voor gaan mee te zien. En dan had ik nog die
sleuteltjes en het slotje uitgedraaid. Maar ik denk dat ik dat toch niet zo mooi vind. Dus ik laat het maar even zo. Nee, dat ga ik toch niet doen. Soms heb je een idee. En ze gingen ter plekke maken. We hebben geen voorbeeldjes gemaakt. Dus ik laat hem gewoon even zo. En dan ga ik later nog eens even zinnen om hier iets leuks in te doen. Maar voor nu, dag, wat was het? 23 alweer. De volgende keer ben ik er tweede kerstdag. Dan is het echt kerst. Doei doei!